Heren en welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij staan op camping Tamaring in Ruurlo. Gezellig. Ja. En we zijn alweer toe aan een koffietje. En ik kon niet langer wachten, want ik heb onze Terschellinger koffiebonen opengemaakt. Dus die gaan we nu voor het eerst proeven. Ja, lekker. Want we hebben natuurlijk nog meerdere soorten koffiebonen mee. En ik dacht eigenlijk van, nou, weet je, deze doen we wel echt als allerlaatste. Een beetje zonde om allemaal aangebroken zakken te hebben. Maar je had dat geduld weer niet, hè? Ik kon niet langer wachten. Maar ik moet zeggen, deze koffiebonen malen wel iets moeilijker dan de koffiebonen uit. Ja, maar die gaan lekker. Die gaan heel lekker met malen. Ja. Gaat veel sneller. Ik ben nog sneller dan een koffiebonenmachine. Ja, dat denk ik ook. Er moet nog even wat bij. Ik ruik het al. Ja, lekker hè? Oh, heerlijk. Dit is trouwens... Gaat hij het nou opeten? Dit is trouwens Sils Melange. Ja. En dat is Sil de Strandjutter. Staat bekend op Terschelling. En daar hebben ze ook een koffieboon van. Lekker. In het assortiment. Nou, ik ga nog even verder. Doe je even een elastiekje om die snavel? Stil nou! Het doet pijn aan mijn oren. Een Terschellinger koffietje en een cracker met Veluwse vossen bessen jam. Uit alle regio's komt iets. Komt uit alle hoeken. Ja. Nou, koffietje met een super mooi uitzicht. Ik kijk er zo een paadje op en ja, zo nu en dan komt er iemand langslopen, dus ik heb iets te kijken. Er lopen best veel mensen langs. Ja, hè? Maar dit is toch perfect? Ja. Een lekker hoekie met uitzicht. Gaat hij nou die jam opeten? Hij eet alles op. Hij eet koffiebonen op. Jam. Gisteren zat hij aan de satésaus. Echt, en dan zeggen wij steeds tegen elkaar, als hij dit overleeft, dan... Welke vogel eet er nou satésaus? Ja, maar pas geleden zaten wij op het terras van de koffiemolen op de Schelling. Ja. En daar zaten van die mussen. Ja, die aten ook alles. En die aten gewoon echt alles. Gewoon... Die aten de taart uit je hand. Ja. Jij deed een stukje bodem met die taart. En dat, dus ja, het kan vast wel. Toen zeiden we nog tegen elkaar, nou als deze vogels het overleven, dan overleeft Coco het helemaal. Ja, maar hij eet echt heel veel... Mensen eten. Mensen eten. Ja. Hallo. Nou, alsjeblieft. Of wil jij meer jam op? Nee, is prima zo. Okay. Het is goed. Nou, ga lekker hier zitten. Ja. Ook even lekker kijken. Nou, ik vind het helemaal leuk hier. We hebben een leuk plekje, nummer 75. En dan heb je dus dit uitzicht. En je caravan moet ook altijd op deze manier zo staan. Want... Ze hebben hier een tegel en dan moet je met één wiel moet je erop staan. Dus elke caravan of camper die hier staat, staat op deze manier. Ja, maar wij staan alleen op de tegel, want stonden we niet waterpas. Nee, we staan er iets achter. Dat is lekker. Ja? Ja. Nou, proost. Op een leuke dag. Ja. Nog geen idee wat we gaan doen, maar het wordt vast en zeker leuk. Natuurlijk. Nou, koffietje nummer 2 is gemaakt. Wij gaan even keer op keer 2 spelen. We hebben net nog even een opfriscursus gehad op YouTube. Want we wisten niet helemaal meer hoe het moest. We hebben het een tijdje niet gespeeld, hè? Nee, een tijdje niet gespeeld. Maar wij speelden ook eigenlijk altijd de keer op keer normale versie. En hier zitten net even wat meer opties op. Dan heb je deze extra dobbelsteen erbij. Ja, zoals deze. Ja. En deze rij met hartjes en de bom. Dus dat is wel leuk. Maakt het even wat meer spannend. Nou, neem een lekkere cannelli voor de Nelly. Lekker, dank je. Deze zijn zo lekker. Deze zijn trouwens ook lekker bij de thee. Ja, vind ik eigenlijk lekkerder bij thee. Ik ook. Maar dit is ook lekker. Nou, beginnen.
Zal ik beginnen? Oh, ja. We waren al begonnen natuurlijk. Nu ben ik aan de beurt. Nou, daar gaan we. Wauw, goeie worp. Eventjes kijken. Geel 3 kan ik. Kleur naar keuze kan ik ook nog doen. Ik ga voor de geel 3. 1, 2, 3. Dus die mag jij niet. Nee, jawel. Jij mag nog meedoen. Ja. De eerste 3 beurten mag jij ook nog meedoen. Ik ga ook voor geel 3. Ja? Oké. Okay. Nou, we zijn inmiddels toe aan de afwas. Ik heb net even voorgespoeld. Nelly komt hier net aanlopen. En dan is het tijd om even heet water te pakken. En dat doen wij met behulp van de SEP-kaart. 8,95 staat er nog op. Je start altijd volgens mij met een tarief van 10 euro. Tenminste in ons geval. En hier hebben we de heet waterkraan. Dus we gaan even de tel vullen. Een beetje dref erbij. En wachten maar. Het is lekker weertje nu, hè? Echt heerlijk. Het zonnetje komt een beetje door. Lekker dit. Nou, is het ook heet water? Ja. Lekker warm. Top. Daar hou jij van. Ja. Huh? Dus krijgen we de pannetjes gewoon. Nou, ze hebben ook bij elke bak hebben ze ook een trekker hangen. Dus kun je het ook gelijk schoonmaken, is ook de bedoeling. Nou, hier staat ook gewoon duidelijk aangegeven warm water. Heb je genoeg, denk je? Even kijken hoe snel het ook gaat. Er staat nu nog 8,80 euro op. 8,95 zijn we begonnen. Ik heb voor ruim een euro gedoucht. Ja, hè? Ik voor 2 euro volgens mij. Gaat best snel, vind ik. Ja, maar... vind ik ook. Ja. 8,77. Nou. Oké. Okay. Dan gaan we eventjes afwassen. Nou, kijk even hoe lekker weer het is, joh. Er zitten ook mensen lekker buiten, lekker voor de caravan aan het eten. Kunnen wij misschien zo meteen ook wel even doen. Zetten we even de stoeltjes buiten. Ik zie dat dit veldje helemaal leeg is nu. Of in ieder geval dit gedeelte. Daar staan wel caravans. Dus ja, hier is het een beetje leeg. Dit vind ik ook ideaal. Doekies. Nou, dan kunnen we beginnen. Ik ga even, ik ben team afdroog. En ik ben team afwas. Altijd. Yes. Het is tijd om te gaan lunchen. En wat eten wij vanmiddag? Nou, wij eten een lekker broodje met een gebakken eitje. Zoals jullie zien is Nelly het eitje aan het bakken. Op de één pitter, één brander. Cocootje hebben we ook gezellig even buiten gezet in de zon. Hallo. We staan hier waterpas. Het zijn van campingprobleempjes. Ja, maar dat maakt het gewoon super gezellig. Even lekker kneuteren. Ja. Kneuteren? Kneuteren. Nee, kneuterig. 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 Ja. Stoeltjes in de zon. Nou, dit is toch werkelijk waar fantastisch. Jij wil er kaas op? Ja, lekker. Ja. Nou, ik heb normaal altijd gelijk de neiging om de omgeving te verkennen. Maar dat is toch iets minder, merk ik. Nu. Ik weet niet, ik ben gewoon helemaal zen. En ik denk dat dat ook wel gewoon eens lekker is. Dat je gewoon niet de drang hebt om, ja, om gelijk weg te gaan. Maar gewoon ja, lekker op de kampeerplek te blijven. En lekker te genieten van de zon en het eten. En ja, gewoon het kampeerleven. Dus ik denk dat ik nu serieus gewoon op de eerste dag al het vakantiegevoel heb te pakken. Normaal gesproken dan duurt dat bij mij even. We zijn een paar dagen verder, is de vakantie bijna afgelopen en dan heb ik pas het vakantiegevoel. Maar ja, ik ben zen. Gelukkig. Ik ben net ook gewoon even gezellig een spelletje gespeeld in de caravan. Dat doen we normaal gesproken eigenlijk ook niet. Vooral 's ochtends niet. Ja, ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik vind het ook fijn dat jij dit hebt. Ja. Ja, normaal gesproken ben ik altijd een soort van gejaagd of zo. Of gejaagd niet, maar... Nou ja, haast. Ja, dat ik denk van we moeten echt het maximale eruit halen. En tuurlijk gaan we dat nu ook wel doen, maar ja, gewoon op een wat relaxtere manier. En ik moet zeggen, nu Coco ook mee is, zijn we ook wel een klein beetje genoodzaakt om wat vaker en wat langer bij de caravan te blijven. Want ja, het is ook zielig als we dat beestje de hele dag alleen in de caravan laten staan. Dat is gewoon zielig. Dus dat is misschien ook wel een klein beetje de reden dat we wat vaker nu gewoon op onze kampeerplek zijn te vinden. Maar nou, ik vind het eigenlijk al, ja, bevalt me eigenlijk wel.
Normaal gesproken dan brengen wij Coco altijd bij Nelly haar ouders, zoals jullie weten. Maar die zijn nu zelf ook op vakantie, dus dat ging helaas niet door. En ja, toen dachten we van ja, dat kunnen we wel bij iemand anders brengen. Maar we kunnen hem natuurlijk ook gewoon meenemen. Dat doen we wel vaker, maar niet voor zo lang. Dus we gaan even kijken hoe dat afsteekt. Het zou zomaar kunnen dat wij na deze vakantie zeggen, nooit weer. Maar ja, als het moet, kan het ook niet anders natuurlijk. Het is onze vogel, dus ja. Hij gaat gewoon gezellig mee. Wow! Daar ging niet. Dat ging fout. Die pan die vliegt eraf. Liep je er tegenaan of zo? Wat gebeurde er? Nee, hij viel en gleed. Oh. Wat is er? Ja, en ik zat natuurlijk weer niet op te letten. Nou, volgens mij is hij bijna klaar, of niet? Bijna. Ja, hè? Wij gaan een fietstochtje maken. Ali die pompt nog even de banden op. Nou, en dan kunnen we. Ze heeft korte broek aangedaan en de zon is verdwenen. Kan je lange broek even aandoen? Hé, hey, kan je lange broek niet even aandoen? Ja, dan heb je gegarandeerd zon. Inderdaad. Nou, deze is vol. Nou, dat is gewoon ook echt helemaal leeg. Ja, maar we hebben ze al een tijd niet gebruikt. We gebruiken deze alleen eigenlijk in de met de vakantie. Ja, tijdens kamperen. Ja. We deze fietsen. Voor de rest hangen ze eigenlijk gewoon heel mooi aan de muur in het schuurtje. Ja. Nog steeds super blij met dit pompje. We krijgen best wel vaak de vraag welke wij hebben. Moet ik even snel spieken. Deze hebben wij. C542. Echt ideaal. Je kan er alles mee opblazen. Autobanden, caravanbanden, fietsbanden, luchtbedjes en noem het maar op. Top ding. Ja. Zou ik jouw banden ook nog even opnemen? Graag. Tijd voor een fietstochtje. Zie jij sportief uit? Sporty girl. Nou, we gaan eerst naar Borculo. En daarna fietsen we richting Ruurlo. Ja, zoals jullie zien fiets je dus ook gewoon gelijk het bos in. Of in ieder geval, je zit gelijk op een fietsroute. Hier hebben we de vlag van Tamaring. Hartstikke leuk hier. Dus we gaan nu echt even de omgeving verkennen. We zitten natuurlijk al de hele ochtend bij de caravan. En de middag besteden we eventjes aan de omgeving. Nou, het is hier al prachtig. Mooi, Anel? Ja, het is hier supermooi. Ja. Ja. Nou, zijn je banden goed opgepompt? De banden zitten vol. Ja? Ja. Nou, die van mij ook. We kunnen hier links en we kunnen rechtdoor. Ik zeg rechtdoor. Nee, wacht even. Misschien wel links. Ik dacht links. Ja, links. Doe maar links, want daar kom je op het fietspad. En dit is waarschijnlijk binnendoor. Ja, dit is leuk. Heerlijk fietsen in de Achterhoek. Achterhoek vind ik altijd... het is er altijd heel rustig. Maar gewoon wel gemoedelijk of zo. Gemoedelijk rustig. Gewoon lekker. Geen bombarie, doe maar gewoon normaal. Dan doe je al gek genoeg. Dat is de Achterhoek. Ja. Voor mij, hè? Wel leuk. Ja. Wel weer wijd. Ja. Hey, je kan hier wandelen met een alpaca. Oh, dat is ook leuk. Dat lijkt me ook nog eens leuk om te doen. Oh, nu gaan we echt wel onverhard. Nou, gelukkig zijn we op de mountainbike. Geen probleem. Hier fietsen wij natuurlijk zo even erheen. Nou, ik ga toch maar even hier. Fiets net even wat makkelijker. Nelly heeft de navigatie aangezet. We hebben zo'n mooie hoesje waar je de telefoon in kunt doen. Dus die kijkt zo af en toe op het scherm. En ik fiets natuurlijk achter Nel aan. Wat is dit voor een gezellig tentje, joh. De Lebbenbrugge. Koffie met appeltaart. Ja. Kunnen wij dit voorbij fietsen? Koffie met appeltaart. Ja of nee?
We moeten wel even naar Borculo, want we gingen eigenlijk naar Borculo met een reden. Namelijk voor de lievelingswinkel van Nelly. En ja, ik wil natuurlijk niet dat deze gesloten is als we er eindelijk aankomen. Dus we fietsen nu even door. Maar wel een heel leuk rustpuntje. Het is trouwens een museum, zie ik nu. Lebbenbrugge. Heel gezellig. Misschien op de terugweg nog. We made it. Borculo. Ik kom er dus nu achter dat wij hier al eens zijn geweest. Dit is namelijk Bistro Olly Molle. En dat is een hele leuke eettent bij een molen. Maar ik was dus helemaal ja, in de veronderstelling dat wij hier nog nooit waren geweest, jawel, joh. Jawel, stonden we op een natuurkampeerterrein. Ja, maar waar stonden we toen ook alweer, joh? Waar jij gras. Ja, ik weet alweer. Maar ik kom even niet. Leuke mensen stonden. Ja, ik kom even niet op de naam. Maar toen stonden we inderdaad op een natuurkampeerterrein hier vlakbij. Ja, dat was ook een leuke locatie hoor. Maar geen idee. Komen we nog even op terug. Welke dat was. Maar we fietsen even richting het centrum. Maar superleuk dorpje dit joh. Kan ik dit vergeten zijn? Zo stom. Kristalmuseum. Ja, ik wist het wel. Ja, jij wist het wel. Ja, ik wist het wel. Nou, het is druk bij het Kristalmuseum. Kijk hoeveel fietsen hier staan joh. Niet normaal. Nou, we zetten even de fiets op een mooi plekje neer en dan gaan we even rondstruinen hier. Het is heel gezellig in Borculo. Er is muziek, er is markt, er is van alles aan de hand hier. Het is zo leuk. Wow, wat komt hier aan lopen joh? Check dit. Het zijn hele lange mensen. Prachtig dit. Oh, dit lijkt me zo moeilijk om zo te lopen. Hij zwaait even naar jullie. Wow, ik zou zo op mijn plaat gaan als ik hierop liep. Check dit dan. Echt heel knap dit. En ze hebben ook mooie pakjes aan. Kun jij dit, Nel? Tuurlijk. Ja, yeah, right. Het zou zo misgaan. Ja. Wauw. Een lekkere koffie bij de Olly Molle met een blueberry cheesecake. Of is het gewoon een blueberry cake? Een blueberry cake. Ja? Geen cheese. Oh. Nou, we zijn even lekker binnen gaan zitten. We dachten, nou, we willen even gewoon... De sfeer van de molen meekrijgen. En dat lukt hier. Het zag super gezellig dit. Heel knus hier. Nou, proost Nelly. Hoppa, op de vakantie. We zijn erachter op welk natuurkampeerterrein wij stonden de vorige keer. Ja, ik moest het opzoeken. Ja, we konden het gewoon niet langer aan. En het was het Scharveld. Ja. In? Borculo, toch? Niet. Nee, toch? Oh. Volgende vraag. Niet? Waar was het? Ja, ik weet ook niet. Nou. Gaat ze ook weer opzoeken, dit. Nou, het was echt een lekker koffietje. Een lekkere koffie met havermelk. Daar houden wij van. Bestellen wij altijd. Haarlo. Haarlo? Ja. Oké. Okay. Ruurlo. Haarlo. Borculo. 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 Alles met lo. En een leuke locatie. Wij zaten nu binnen, maar buiten is het ja, nog leuker. Maar daarnet was de zon even weg en dan is het toch wat fris. Vooral als je een korte broek aan hebt. Was niet echt een verstandige keus, maar... Ja, nu nou ja. Schijnt hij weer. Ja, dan is het wel lekker, maar daarnet was het echt een beetje fris. Nou, we gaan richting de fiets. En dan fietsen wij richting... De supermarkt. Ruurlo. Naar de supermarkt inderdaad. En dan gaan we even eten inslaan voor vanavond. Dus nou, tochtje naar de caravan. Ik zie zoiets grappigs. Ja, ik ook. Ja, maar het is te ver weg om het vast te leggen. Het is een beeld bij een huis. Van een volle vrouw. En die staat op het punt om het water in te duiken. Maar dat ziet er echt wel heel grappig uit. Ja, maar het is een heel groot beeld ook. Ja, ik kan het helaas niet vastleggen, denk ik. Dat is echt leuk.
kan misschien mijn best gaan doen. Ze heeft ook een badmuts op. Ja, nou, zal ik even mijn best doen? Oh, ze heeft een string aan. Nou, je maakt het nu wel heel spannend je allemaal. Kijk, zie je niet eruit. Oh ja! Ja. Dat is toch hartstikke grappig. Nou, ik ga even mijn best doen voor jullie. Oh, kijk. Makkelijk. Nou, dit is de volle vrouw. En dit vindt Nelly super grappig. Nou, ik vind het ook leuk. Maar het is sowieso heel leuk om dit in je tuin te hebben. Ja. Het is wel echt een eyecatcher dit. Ja. Grappig. We zijn weer op camping Tamaring. Altijd groene camping. Boodschapjes binnen. Die hebben we even ingeslagen bij de Plus in Ruurlo. En dan is het tijd om lekker te eten. Nou, dit is dus eigenlijk de entree van de camping. Echt een hele gemoedelijke camping is dit. Het is nu rustig. Ik denk ook dat de meeste mensen gewoon lekker aan het eten zijn nu. Het is namelijk 6 uur, denk ik, ongeveer. Sanitaire gebouw. Hier heb je de douches. En toiletjes natuurlijk. Maar wij zitten ook vlakbij een ander sanitair gebouwtje. En daar kun je eigenlijk alleen naar het toilet. Dus voor de douche moet je naar het begin. Hier heb je de comfortplekken. Comfort betekent water erbij. En een afvoer. Ook mooie plekjes. Deze staat ook mooi. En dan staan wij hier om het hoekie. Leukste plek, vind ik zelf. Nee, misschien niet de allerleukste plek, maar ik vind het echt een leuk plekje nog steeds. Nou, dan gaan we even kijken hoe het met Coco is. Ik ga even de tas uitpakken met onze spulletjes die we bij de Action hebben gescoord. En dat zijn deze LED lights. En dit leek ons wel super handig voor aan de scheerlijnen van de tent, maar ook aan de scheerlijnen van onze luifel. Kijk, dan voorkom je dus dat je struikelt over de scheerlijnen. Natuurlijk hebben we ook even aan onze parkiet gedacht. Aan een cocootje. Deze vind ik altijd lekker. Die van Albert Heijn vindt hij niet lekker. Nou, vuilniszakjes. Oh, best wel veel ook. Wist je dat? Oh, echt? Oh ja. Oh, je hebt standen. Oh, leuk. Verschillende kleurtjes ook. Leuk. Van het merk Froyak. Froyak. Nou, mijn favoriet, de Raffaello kokosballen. Nou, dit hadden we gehoord. Ja, deze tip kregen we van een collega. De Pink Stuff, volgens mij alleen te verkrijgen bij de Action. En dit kun je gewoon echt overal voor gebruiken. En het maakt gewoon alles super schoon. Zeggen ze. Zeggen ze, dus dat gaan we meemaken. Dreft. En 1 fles... toiletvloeistof. Er stonden er nog meer, maar ja, we waren natuurlijk op de fiets, dus we konden er maar eentje meenemen. Altijd om door te spoelen. Ik weet niet of het nodig is, maar het is wel lekker fris. Ja. Vind ik. Oh, dit is jouw favoriet. Ja, die vind ik lekker. Toblerone. De witte variant. Weer vuilniszakken. Vuilniszakken. Familie vuilniszak. Nog een vuilniszak. Nog een vuilniszak. Nummer 4. Nee, nummer 5. Nou, dat was hem. Ja, nou. De Action. De entree van deze Action was... €16. €16. Nou, dat valt mee. Dan heb je dit. Ja. Nou, deze gaan we niet gelijk aan Coco geven, want die heeft nu een... hoe noem je zo'n ding? Een trosgier. Trosgier heeft hij. Die vindt hij ook lekker. Nou, hij leeft nog. Gelukkig. En dit is ons eten. Dus we gaan ook even een gerechtje uitzoeken. Want we hebben 2 gerechtjes meegenomen. Wij hebben namelijk kip rendang meegenomen. En nu ben ik het weer kwijt. Chili con carne. En ik ga voor de kip rendang. Vind ik altijd zo lekker. Dus waarschijnlijk gaan we dat eten. En waarschijnlijk gaat Nelly even buiten koken. Ook weer voor het eerst dit jaar. Volgens mij. Het seizoen is weer begonnen. Dus, en het is weer prachtig mooi weer. Dus dan gaan we weer lekker buiten koken. Als het niet binnen hoeft, gaan we het ook niet binnen doen. Dus oh ja, dit is de kip rendang trouwens. Echt lekker. Nou, we gaan even opruimen en dan starten met koken. Ik ga even het kooktoestelletje gereed maken. Ik heb hem al neergezet, uitgepakt en neergezet. Dit moet even goed aangedraaid worden. Zo.
Even stevig vastdraaien. Klaar ermee. Dit kan hier weer in. Ik vind dit wel een superhandige opbergtas. Want deze is voorzien van vakjes. Waaronder dit vakje. En hier zit ook nog een vakje. En hier zitten de... Hoe noem je deze ding ook weer? De windschermpjes. Die zitten aan de zijkant. Er staat ook echt een packing instruction op. Want hier hebben we de... Hieronder. Deze gebruiken we eigenlijk ook niet vaak, Cornel. Deze. Die hebben we ook nog. Soms dan weet je gewoon ook niet wat je hebt. Deze hebben we ook. Nou, deze hebben we volgens mij iets van 2 keer gebruikt of zo. Normaal gesproken gebruiken we eigenlijk altijd gewoon de pan. Maar dit moeten we even onthouden, want... Kijk, je ziet het ook niet dat je het hebt. Wat is dit nou weer voor een slap excuus? Deze moet zo. En deze zo. En deze hebben we ook nog. Percolator houder. Onderzetter, hoe noem je het? Oké. Nou, Nelly is bezig met de voorbereidingen. Die heeft de boontjes, sperzieboontjes gesneden en even in het water gezet. Paprika gaan we zo snijden, of Nelly gaat dat zo doen. En dan is het klaar voor gebruik. De gasfles kan opengedraaid worden. Nou, ready to cook. En het zonnetje. Ja, lekker hè? Nou. Een cadeautje. Wat zei ik je vanmiddag? Avondzon. Ja. Wat gezellig dit. Ja. Misschien kunnen we nou nog wel buiten zitten. Ja, dat is ook wel leuk. Zullen we dat doen? Ja, daar is nog een zonnetje. Dat zou wel lekker zijn. Nou, dat gaan we zo even bekijken. Hoe lang duurt dit gerecht? Even kijken. 30 minuten. Nou, op Nellier tempo. Snellier tempo is het 15 minuten. Denk ik. Nou, zo genieten hier. Eigenlijk is onze uitcheckdatum morgen. Nu zijn we nog een beetje in discussie met z'n tweetjes. Of discussie niet, maar wat gaan we doen? Gaan we verlengen of niet? We weten het eigenlijk nog niet. We zijn natuurlijk nu in Ruurlo geweest, Borculo. Nou, je kan dan ook nog naar Lochem. Er zijn ook nog kastelen, zeg ik net, want... Als je hier rechts de camping uitrijdt, dan kom je dus blijkbaar bij 2 kastelen op 5 of 6 kilometer afstand. Zijn we ook nog niet geweest. Dus er zijn nogal wat dingetjes wat we kunnen doen, maar ja, misschien een dagje langer. Ik denk dat we vanavond gaan beslissen. Nelly, haar gevoel is nog neutraal. En dat van mij is ook nog een beetje neutraal. Ja, dus we weten het allebei nog niet, maar dat hoeft ook niet. We zijn sowieso twijfelkonten, dus... Of er ooit een beslissing komt? Tuurlijk. Oh. Morgenochtend op het laatste moment. Ja. Deze camping is ook echt geboekt op volgens mij een half uur voor vertrek. Nog niet eens. Nog niet eens, want we gingen al weg. Ja, we gingen al weg en toen heeft ze gebeld. Ja, dat klopt. Ja, ja dat is echt typisch iets voor ons. We kunnen gewoon nooit echt ver vooruit plannen. Er zijn ook mensen die vragen dan, wat zijn jullie plannen voor de zomer? Geen idee. We weten het gewoon niet. We kunnen niet kiezen. Nou ja, dat maakt toch ook niet uit. Ik bedoel... Maakt ook niet uit, maar... Dit is hoe wij het doen. En ja. Heel veel mensen die houden ervan om alles helemaal in kannen en kruiken te hebben. En wij niet. Nee, zo zijn wij niet. Zo gaan we ook niet worden. Nee. Misschien later. Misschien als we wat ouder zijn. Nou, wat denk je? Ik ben bang. Ja. Nou ja, komt uiteindelijk wel goed. Morgenochtend worden we wakker en dan weten we het nog steeds niet. Dan kijken we elkaar aan en zeggen we, gaan we nu weg of niet? Of gaan we verlengen? Of gaan we dit? Of gaan we dat? Nou ja, zo zijn wij inderdaad. Kijk eens naar beneden. De wereld ligt aan je voeten. Dat heb je vandaag op een tegeltje gelezen, of niet? Ja, die zag ik in een winkel hangen. Toen dacht ik, deze ga ik even maken bij jou. Dat was zo'n rek met allerlei aanzichtkaarten met van die one-liners erop. En ik dacht, ja, deze ga ik bij jou even testen, ja. Proberen. Nou.
Volg je hart, want het klopt altijd. Ja, dat was ook een goeie. Die heb ik ook gezien. Oh, echt? Ja. Ik zit even te denken, want er waren nog meer... Regels gezien, of kaartjes, wat waren het? Ja, kaartjes volgens mij. Ja. Hey, hebben wij dit nog nodig? Nee. Voor die kip misschien? Misschien kun je die kip op zo'n plaat bakken. Nee, want nee? Ik doe alles in één pan. Oh, oké. Okay. Nou, dan bemoei ik me er niet mee. Ik moet hier de rijst en hier moet ik mijn... Je kip en je groenten en noem het allemaal maar op. Oké, nou, ik bemoei me natuurlijk niet met Nelly haar kookkunsten. Dat gaan we niet doen. Nou, dan kan dit wel even in de auto. Check dit. Dit is toch niet normaal? Zo, hier bovenop. En dan straks ruim ik alles wel een beetje netjes op. Deze kan ook dicht. Nou, hier staat het ook vol. Ik weet niet of meerdere mensen met caravan hier last van hebben. Dat ze hun auto als schuurtje gebruiken. Wij in ieder geval wel. Kip, ui, paprika en gember. Die hebben we hierin. En de rendang mix. En daar gaat er nu de kokosmelk bij. Gieten maar. Kan hier wel aan wennen, aan een hulpje. Ja? Ja, vind ik wel lekker. Eigenlijk. Het is wel gezellig. Het is wel leuk met z'n tweeën. Ja. Okay, nou, wat nog meer? Hoppa. Nou, moet niks. Er meer wachten. Nee? Oh. Nog en 5 minuten wachten en dan is het klaar. Ik heb de boontjes en de rijst bij elkaar gedaan. Anders vind ik de boontjes altijd een beetje hard. Ja, klopt. En daar houden wij niet van. Maar moeten we dit dus, uiteindelijk ook nog in deze pan gooien of niet? Nee. Oké. Okay. Yes. Dus hoe lang nog ongeveer? 5 minuten. 5 minuten. Nou, dan heb je 10 minuten ingekort. Ik denk niet dat we 20 minuten bezig zijn geweest, of wel? Nou, volgens mij 20 minuutjes bij elkaar. Oké. Okay. Ja, snipperen en alles bij elkaar. Oké. Okay. Lopend buffet op de camping. Hoppa. Stel je voor, hè? Ja. Dat er dus gewoon, als je op een camping staat, dat er gewoon een lopend buffet is. Dat hebben we wel eens gehad. Weet je nog? In Frankrijk. Dan hadden we daar paella en... Wacht even, dit ben ik kwijt. Nou, dat was toen een camping waar allemaal van die... heel veel mannen stonden er toen voor ons met fietsen. Oh, ja, bij Riekeweer. Riekeweer? Riekeweer of zo, ja. In dat ooievarengebied. Daar, ja. Ja, klopt. Dan kon je gewoon lekker zo, een buffet. Ja, dat klopt, ja. Maar ja, ik heb altijd lopen buffet. Nou, elke dag. Elke dag. Ja, dat is echt luxe hoor. Oh, ja. Lekker dit. Ja, nou, eet smakelijk. Nelly heeft de kaarsje aangezet. Nou. Kan niet beter hoor. Pleetje erbij. Ja. Is echt campy. Heerlijk. Eet smakelijk, Nel. Nou, we hebben het eten achter de kiezen. En we zijn nu alweer bezig met het ontbijt. Voor morgenochtend. En we hebben nog een broodbriefje. En dat moeten wij voor 10 uur inleveren. Bij de receptie. Dus we gaan even een keuze maken. Heb jij al een keuze gemaakt, Nel? Ja, croissantje. Croissantje? Ja. Oké, doe mij ook met een croissantje. Dus dat wordt... 2 keer een croissantje. We hebben geen pen. En even kijken. Ik denk dat ik ook een fitness... een fitness meer granenpistolet neem. Maar wat is een fitness? Ja, dan kan je op fitness in. Pistolet. Nog nooit van gehoord. Nee, dan hoef ik hem niet. Nog nooit van gehoord. Google dat eens even dan. Wat een fitnesspistolet is. 2 keer de verzinnen ze het, joh. Hoe heten wij? Nou, je mag zelf een naam verzinnen. Kamperen met Ali en Nelly. Even kijken. Een fitness pistolet. Even kijken wat er dan in mijn beeld komt. Welk nummer zijn wij? 75? Ja. Nou, bestaat ook nog, ja. Echt? Ja. Dit is een fitnesspistolet. Pistolet. Ik neem een boerenvolkorenbrood. Ik ga niet fitnessen. Ga jij niet fitnessen? Nee, ik pijn ze niet over. Het is de bedoeling dat je gaat fitnessen als je die pistolet kiest natuurlijk. Nou, even serieus. Wat neem jij? Een boerenvolkorenbrood. Ja? Oh, oké.
Nou, doe mij die andere maar dan. Gewoon wat ik, ja, wat ik net zei. Ja. Nou, nee, doe maar niet. Want die hebben wij ook gewoon nog als afbakbroodjes. Een meer granenpistoletje. Is dan wel geen fitnessvariant, maar... Ja. Nou, doe maar dezelfde als jou. Ik wist het. Ik speel op safe. Ja. Nou, daar gaat ons broodbriefje. Hoppakee. Zit die vol? Geen idee. Oh, ik kan er niet in kijken. Nou ja, die van ons zit er in ieder geval in. Ja. Dus wij hebben morgenochtend warme broodjes. Ik weet niet of ze warm zijn. Wacht, kom eens. Ja. Nu heb je platte grond. Oh ja. Kijk, wij zitten hier. Tamaring. En wij zijn vandaag richting Borculo gefietst. Toen kwamen we hier langs. Boerderijmuseum de Lebbenbrugge. Zijn we niet gestopt. Oh, een ijsboerderij. Is dat een ijsboerderij? Oh, hier. Oh ja. En toen zijn we weer teruggefietst naar Ruurlo. Nou, je hebt nog best wel veel in de omgeving. Al die kastelen, hè. Kijk, die hebben wel eens zo'n kastelenroute gedaan, toch? Zo'n fietsroute. Ja, klopt. Dat is ook leuk, hoor. Maar kijk, zoals Lochem, dat ligt op zich ook wel lekker dichtbij. Dus daar zouden we eventueel ook nog naartoe kunnen. En die kastelen inderdaad. Maar Kranenburg, dat ligt toch ook in Duitsland? Zijn we toen toch geweest, of niet? Was dat niet met dat treintje? Ja, volgens mij wel. Met die fietstrein. Met de fietstrein? Ja. Ja, dat is super grappig. Nou, oké. Okay. Nou, wat fris. Een rust hier. Het is fris. Ja. We kunnen gewoon even een rondje over de camping heen wandelen. Ja. Zullen we dat nog even doen? We kunnen nog even bij dit kijken. Oh ja, weg naar de Zevensprong. Volgens mij is dat gewoon een accommodatie die je kunt huren. Denk ik zomaar. En die hebben ze de Zevensprong genoemd. Hé, zit water in het zwembad? Gisteren liepen wij er langs en toen zat er nog geen water in. Nee. Hier hebben wij een vuurplek, een vuurplaats. Ja. Oh, dit is ook een leuk idee. Dit is ook grappig, ja. Ja, heel leuk. Een dam en een schaakbord. Ja, superleuk idee. Hier hebben we Hotel Kip. Kijk, hoe schattig dit. Hotel Kip. Wat een leuk bordje, joh. Nou, de kippen zijn inmiddels op stok, denk ik. Dan lopen we even hierin. Dit is een soort van speelbos, denk ik. Tenminste, zo ziet het eruit. Ik vind ook best wel dat er veel voor de kinderen is hier. Er is een speelloods, een speelbos. Skelters. Nou, noem het op. Er is zoveel hier. Het is hartstikke gaaf dit. Ja, ik zit er dus helemaal naast, joh. Nee, dit ziet er niet uit als een huuraccommodatie. Dit ziet er meer uit als een soort van clubhuis of zo. Wat is het? Ja. Nou, doe normaal, joh. Wat is het? Ja, dit is een hangplek, denk ik. Nou, grappig. Nee, niet doen! Niet doen! Nou. Doe normaal. Echt, zij weet dat ik er niet tegen kan. Doe open! Ja, je gaat ervoor staan. Nee, echt niet. Jawel. Nee, echt niet. Ik krijg altijd een soort van claustrofobisch gevoel in één keer. Ik weet niet. We hebben een hele mooie zonsondergang. Ik krijg paniek. Ja, ik merk het. Serieus. Nou, zullen we weer terug? Ja, dat zien de kijkers niet. Oh, jammer. Nou, heel mooi rood. Nou, oké. We gaan terug. We gaan Coco er weer uitlaten en we gaan lekker warm theetje zetten. Ja, lekker. Met kokosballen. Goed idee. Ja, gezellig. Ja. We gaan lekker naar bedje toe en ik ben doodmoe. Oh, echt? Ja. Oh, zo ziet het er anders niet uit. Nee, maar ik ben best wel moe. Oké. Dus, nou, liever nou, dan. We hebben eigenlijk, of in ieder geval Nelly heeft eigenlijk de hele avond gezocht naar een camping. Pff, niks gevonden nog. Alles blijkt vol te zitten in verband met vakantie, denken wij dan. Geen idee. Ja, het is echt ernstig. Ja, dus het is nog sowieso de vraag of we überhaupt een camping gaan vinden. En ook nog de vraag voor ons of we morgen nou weggaan of niet. Dat weten we nog niet. Dus voor ons is het een verrassing. Maar voor jullie ook. Maar voor jullie is het ook een verrassing. En ja,
Nou ja, we gaan het allemaal wel zien. Ik weet ook niet hoor. Ik weet niet, we hebben geen plan. En nog anders dan niet. Gaan we naar huis. Ga zo meteen nog even zoeken. Ja. Nou, dat is echt wel het ergste scenario. Dat je gewoon naar huis moet met je caravan omdat er geen plek meer is. Dat die kans zit erin. Ja. Daar ben ik nu achter gekomen. Ja. Ik wist niet dat het zo erg was. Erg? Erg. Nee, ik wist echt niet dat het zo erg was. Ja. Nee, ja, echt niet. Doe maar. Nou. Wat doe je? Wat doe je? Niks. Nou, we gaan hem afsluiten. We willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog. Doei.